Vanavond in de Heilige Koe de volgende onderwerpen. De drie uren van Heemstede. We kennen allemaal wel de 24 uur van Le Mans. Maar kent u de drie uren van Heemstede? Radiografisch bestuurde modelauto's. Dat is de juiste benaming voor deze rondscheurende brokjestechniek. Auto's in miniatuur, oftewel heilige kalfjes. Amerika is de bakermat van deze nu ook in Europa populaire hobbysport. De replica's van sportscars worden van een afstand bediend via een zendertje. 3,5 cc, 1 cilinder, 30.000 toeren en een topsnelheid van circa 130 km per uur. Al 8 jaar wordt er in Heemstede deze drie-uurswedstrijd verreden. Dit jaar met deelnemers uit Engeland, België, Duitsland en Nederland. Daarbij enkele fabrieksteams. Het zijn niet alleen racewagens, maar ook terreinwagens die radiografisch bestuurd worden. Let op de bestuurder die vaak rechts gas geeft en links stuurt. Behalve jeeps zijn er ook off-the-road buggies. De terreinwagens zijn wat robuuster. Je kunt er fantastische sprongen mee maken. Terwijl een ongeluk nooit fatale gevolgen voor de bestuurder heeft. Deze modelauto van Nederlands fabrikaat toont hoe gestroomlijnd de carrosserie is. Het eencilindermotortje geeft de pk's via een ketting door naar achteren. Zowel achter als voor is er een onafhankelijke vering. Sommige wagens hebben dan een automatische versnelling. De prijs van een wedstrijdwagen is circa 1000 gulden. Het pitwerk is net zo belangrijk als dat van de grote raceteams bij de Formule 1 races. Van tevoren wordt ieder boutje en moertje aangedraaid en wordt gecontroleerd of alles soepel loopt. Ook bij de miniatuurauto's is een pitstop uiterst belangrijk. De seconden tellen. Men heeft zelfs hoge drukspuiten ontwikkeld om snel te tanken. De brandstof is een mengsel van 40% nitromethaan, 50% methanol en 10% olie. Door het hoge toerental maken de motoren een hoog, snerpend geluid. Vandaar de oorproppen bij de echte fans. Voor de start mogen de 30 deelnemers allemaal tegelijk proefdraaien. Het is dan voor het publiek niet bij te houden wie wie is. Een aanrijding kan ook zijn voordelen hebben. Voor de start de gebruikelijke plaatjes voor pers- en familiealbum. De start is net als bij de Formule 1. Monteurs achter de wagens, let op het startlicht. Een licht op groen publiek moet van de baan. De race is begonnen. Er zijn 10 teams met ieder 3 bestuurders die weer allemaal hun eigen wagen hebben. Als de bestuurders elkaar aflossen, worden ook de wagens gewisseld. Zo gaat het 3 uur lang. De rijders hebben hun eigen hoge plaats, zodat ze er goed zicht op hebben. Sommigen sturen met een echt stuurwieltje, anderen prefereren een joystick. In elke auto zit een zendertje dat op een computer en monitor is afgestemd. De rijders hebben zo de stand binnen oogopslag. Het signaal van de autootjes wordt via draden in het wegdek overgebracht. Ook het publiek krijgt zo goede informatie wie er aan de leiding ligt. Maar net als bij de Formule 1 houdt ieder team een eigen lapchart bij. Zo worden er signalen aan de rijders gegeven. Bijvoorbeeld wanneer men naar de pits moet om te tanken. Want een auto heeft net genoeg brandstof aan boord om zo'n 5 à 6 minuten te kunnen rijden. Deze wagen gaat naar de pits, let op. De pitcrew tankt met de hoge drukspuit. Het gaat razendsnel. De ouderwetse manier met handspuitje duurt net wat langer, maar iedere seconde telt. De strijd aan de kop gaat tussen de Duitsers en Nederlanders. Toprijder in Nederland is Rody Roem. Maar ook hij kan niet voorkomen dat de Duitsers langzaam maar zeker uitlopen. Alleen materiaalpech kan hen van de overwinning houden. Dan komt plotseling de regen. Modelauto's rijden ook op sliks, oftewel gladde banden, voor een betere wegligging. Een rijder kan kiezen uit zo'n 8 verschillende banden, van sliks tot regenbanden. In de regen zijn sliks waardeloos. De pitcrew wil de wagen in de pits, maar het valt niet mee om die te bereiken. Let eens op wat goede banden betekenen. Deze wagen rijdt nog op sliks. Dit is de aflossing. Hij spuit meteen weg. Maar
Baanverkeer heeft voorrang. Gelukkig valt zo'n botsing bij miniatuur racing mee, want even later zitten we weer op het goede spoor. En zelfs op een natte baan kan er nu gescheurd worden. Voor deze pechvogel komt de bandenwissel veel te laat. Na zo'n 5 minuten paniek kan er weer door iedereen volop gas gegeven worden. Aan de leiding de Duitsers, voor Nederland en dan de Engelsen. De strijd blijft ook na 3 uur nog leuk om te zien. Veel echte coureurs uit Zandvoort komen in Heemstede een kijkje nemen. Na 3 uur worden de coureurs afgevlacht. De uitslag is meteen bekend en kan afgelezen worden. Het uiteindelijke verschil tussen de winnaars en volgers was 9 ronden, oftewel bijna 1,5 minuut op 3 uur wedstrijd. En ook hier de gebruikelijke beelden met champagne na afloop van de race. De uitslag, winnaars van de 3 uren van Heemstede werden de Duitsers. Onze landgenoten werden tweede, Pieter Barefoot rond Donna Rodi Roem. En derde werden verrassend, de Belgen.